Vandaag zijn we met de Utrechtse Schatkamer in restaurant Zuiver in Leidse Rijn in Utrecht. Een stadsdeel dat inmiddels 81.000 inwoners telt. Ja, daar staan we nu middenin, want je kunt het je niet voorstellen, maar tot 1997 waren hier weilanden, weilanden en weilanden. En een verdwaalde kas af en toe van een tuinder. En nu is dit de grootste Vinex-wijk van Nederland, met nog een paar oude gebouwen. En in één daarvan zijn wij vandaag de gast. Die was niet van de kinderen vroeger. Nee, dat heb ik gewoon op een brokantenmarktje. Maar ik ben dus benieuwd wat ze daar nou van zeggen. En misschien een beetje de tijd, hoe oud dat dan nou ook werkelijk is. Ja. Hè? Heeft u het popje ook dat erin gaat? Nee, maar er was er ook niet meer bij. Het is ook een tafeltje, kun je ervan maken. Dit kan los. Oh, wat multifunctioneel. Oh ja. Oh, weet u dat ik aan zo'n ding vroeger moest zitten bij mijn oma? Maar dan iets groter? Ja, dat was toen, hè? Dan had je ook inderdaad zo'n telraampje erbij. Ja, nou, en mijn oma die liet mij rustig zitten, hoor. Ja. Ook lang. Ja. Dan was ik tenminste stil. Ja. Nou ja, zo kan het dus allemaal multifunctioneel zijn, hè? Leuk. Ja, dank u. Dat vond ik ook heel grappig. Ik aas altijd op romantische verhalen dat u hem ergens gevonden heeft of zo. Op zolder. Nee, dat is niet het geval. Nee. Nee, vertelt u eens. Ik heb hem gekocht. Voor 150 gulden toen die tijd. Ja, want u vond hem gewoon mooi. Ik vond het gewoon mooi. Ja. Deel jij de mening? 150 gulden. Oh, kijk. Oh, wat leuk. Ik zie je ogen meteen. Oh. Ja, maar dat is wel een tijdje geleden. Maar dan nog, hoor. Ja. Dan nog. Ja, nou, weet je wat het is? Dit is toch een gewaardeerde schilder. Je moet rekenen, dit is gemaakt zo in 1870 of zo. En in die periode, of eigenlijk iets daarvoor, dan had je een opleving van de romantiek. Wie is de schilder? Oh, Oene Romkes de Jong. Oké. Oene Romkes de Jong. En hij heeft vooral altijd eigenlijk geschilderd in de trant van Springer en Eversen. En dat zijn hele grote namen. En dat zijn schilderijen van tonnen. En er zijn best wel veel slechte stadsgezichtsschilderden, maar hij deed dat degelijk. Wat ik heel leuk vind, is dat hij op een paar subtiele plekjes wat kloddertjes heeft gebruikt. Hoort dat bij hem? Ja, nou die kloddertjes, dat noem je impasto. En als je er goed naar kijkt, dan zal je ook zien dat de kloddertjes eigenlijk zitten op de plekken die hij naar voren wil laten komen en die de lichte plekken. Dat zijn letterlijk hooglichten eigenlijk, hier ook, die lichte plekken in het groen. Die hebben allemaal wat meer verf, meer impasto, zoals wij dat noemen. Maar dit schilderij is conditioneel redelijk. Ik zou misschien iets aan de craquelé willen doen en hij zou een keer schoongemaakt kunnen worden. Maar als je gaat kijken van wat doet dit nu in de huidige markt, nou, dan mag je toch wel denken aan zo'n 1300, 1500 euro. Vind ik een goede koop, hoor, ja, voor een gewoon mooi schilderij. Ja. Voor me zien we een stopflesje, waarvan het stopje meestal verloren is gegaan. En verder zien we dat het een pottenbakkersproduct is, maar niet typisch Nederland. Het is namelijk gemaakt in Perzië, in het productiecentrum Qajar, niet ver van Teheran vandaan. En daar hebben pottenbakkers dit soort vormen gemaakt. Nadat het gebakken is en gestookt is in de oven, is een decor aangebracht op een angobe, op een kleipap. En vervolgens voorzien van een loodglazuur, waardoor het zo mooi glanzend is geworden. De inspiratie van dit soort decors gaat terug naar de vroege Perzische miniaturen, waarin al allerlei dieren en een prachtige paradijselijke omgeving worden geschilderd. Dergelijke flesjes komen in Nederland vrij veel voor, ook tegels met dergelijke decors. En werden aan het begin van de 20e eeuw, dus tussen 1900 en 1950, veelvuldig uitgegeven bij de handelaren van Perzische tapijten. Vaak kreeg je dan zo'n object als cadeautje mee als je een pers had gekocht. Een dergelijk fraai flesje, te dateren dus 1900-1950, heeft een waarde van circa 50 euro. Die dingen waar je dan heel lang naar kijkt en nog niet weet wat het is. Hey, leuk, hè? Ja, vind ik ook. Hou mij in spanning. Maar hoe komt u aan dit martelwerktuig? Dat heb ik toen gekocht. Oh, u heeft het gekocht? Ja. Het zat niet in de familie? Nee. En u wist wel wat het was? Ja, want ik heb het gekocht toen de bakkerij overnam van de vorige eigenaar. Aha. En toen wist ik wat het was. Okay.
Het heeft ik zal het nu nog niet zeggen. Brood te maken. Maar hebben de kipjes dan ook hier iets mee nee, te maken? Niet met de maan. Nee, dat niet. Okay. Maar die heb ik wel meegebracht. Vond ze wel leuk. Dat vind ik ook en die leuk. Die man vond ze ook heel leuk. Ja. Nou, vertel ons. Ja. Nou, luister, zie je, ik heb die kipjes er even bij gezet om te laten zien dat het uit de sfeer van de banketbakkerij komt. En, of bakkerij ook natuurlijk. En dit zijn natuurlijk chocoladevormpjes. Natuurlijk. Die werden hier klem gezet, chocolade erin, even ronddraaien, koud af maken. Laten koelen. Ja. En dan heb je twee chocoladevormpjes. Kipjes. Leuk. Maar nou om dit. Ja. Eigenlijk heb ik... Ik dacht dit... Ik wist het ook niet. Ik moet je eerlijk zeggen. Ik wist het ook niet. En ik zeg... Wat is dit? Een ouderwets martel... Hè, ja, wat jij al zegt. Misschien iets voor bloemen? Boeketten? Ja. Ja, ik heb geen idee. Maar meneer heeft mij helemaal op de hoogte gesteld. En ik vind het eigenlijk wel leuk als u zou willen vertellen... wat dit nou voor een apparaat is. En waar het voor dient. Dit is om brood te knippen. Voor het gerees is. Voor de Franse knipbrood. Dus ik draai hem even met de knipschaartjes naar de camera. Ja. En dan knijp ik hem in. Ja. Kijk, en dan krijg je dit effect. Dan knijp dat in deeg, zie je? Ja. En dan trek je hem uit de deeg. En dan heb je in het deeg al die knipjes. En dan krijg je een hele leuk effect. Ja. Dus niet tegenwoordig dat brood, tegenwoordig. Dan knip je in de lengte. Ja. Maar dit knijp je schuin en bak het op de vloer gebakken. Hier hang je geen waarde aan eigenlijk, toch? Het is heel moeilijk. Ja. Ja, het is ook heel wanneer krijg je nou zo'n ding in handen? Ja. Hè, maar ik denk een... Ja, precies. Ik denk een ambachtelijke bakker die iets leuks wil doen met zijn brood... die zou misschien zeggen, zo'n ding zou ik willen hebben. Daar zou ik iets mee doen. Ja. En dan zou hij er misschien geld voor over hebben. Misschien 75, misschien 150. Nou, weet ik niet. Ik heb geen idee. Maar ik doe hem niet echt. Nee. Nou keek ik toch bijna over daarheen. Ja, hij is ook niet zo heel groot, hè? Nee, nee. Wat is het? Weet u dat? Nou, het is een flesje. Ja, maar dat, zie je? Ziet het, hè? Ja, het is bijna niet te missen. Het komt uit El Salvador. Mijn vader heeft het ooit gekocht daar. Ik wil weten of het ook echt oud is. Ja. Ja. Enig idee wat de afbeelding is? Het is pre-Columbiaans, dus het zal iets van Indianen zijn uit die streek. Ja. Leuk, dank u wel. Daar is de stoommachine. De stoommachine is er niet. Verloren in de strijd. Maar het is zo mooi als die er was. Want dan kon je alles zien draaien. Hij ging zagen. En hij was hier bezig. Dit gaat draaien. De molen gaat draaien. Zo leuk. Het jongensspeelgoed. Typisch jongensspeelgoed uit Duitsland. Je had het al heel vroeg. Zeg maar 1920. Maar dit is veel jonger, moet ik zeggen. Het is in de US. Het staat hier mooi vermeld. Moet je altijd op letten. Het staat hier met de klein Made in Germany US. Dat betekent altijd heel makkelijk na de Tweede Wereldoorlog. Dit is ongeveer gekocht eind 50, 1950, begin 60e jaren. Enig. Ik taxeer deze itempjes met elkaar, deze vijf, op 200 euro. Het is toch niet voor vogelvoer, hè? Nee, dat heb ik nooit gedaan. Nee, ik blijf binnen op de tafel. 40 mussen hadden we achter. 40 mussen had u achter? Maar niet door dit dingetje? Om vier uur 's middags zaten ze te wachten op de garage. Op een rij. Oh? Ja. Oh. Maar dat was niet met deze? Deze die hebben gewoon op de binnen gestaan. Ja. Dit is een pimpelmeter. Pimpelmeter is gewoon sier, dus ik weet eigenlijk niet waar het vandaan komt. We hebben het al zo lang. En dit hebben wij gekocht op een beurs. Wij waren in Engeland met een meeting. Ja. En toen was er een antiekbeurs. Ik denk, we gaan eens kijken. En toen kon je inschrijven. En de andere dag werd het geveild. En toen heb ik geboden. Toen heb ik het gekocht. En deze, weet u nog hoe u hier aan komt? Op een antiek beurs. Oh, u bent een kenner. Nou, nee. Waarom weet ik niet hoor. Ik heb ook nog een fles. Ook nog. Dat is van de VOC. En dat... Ook van een beurs? Ja, ook. Doet u dat vaak? Ja, als het leuk is gaan we gewoon kijken. Ja. Hoeft niet altijd te kopen. Maar ik heb nog wel schilderijtjes, maar ik denk neem maar een paar dingetjes mee voor de gein. Leuk. Dank u wel. Wat een enorm gevaart heeft u voor ons meegenomen.
Daarvoor staat ze bij mij boven. Ver weg. En mijn schoonzoon heeft hem naar beneden gesleept. Dus. Ja. Waarom nam u hem dan toch mee? Dan moet u hem toch ergens bijzonder gevonden hebben. Ja, ik vond het altijd wel een apart ding. Maar voor de rest doe je er niks mee. Hij staat boven een kamertje en je kijkt er verder niet op om. Heeft u hem vroeger wel gebracht? Nooit. Nee. Ooit het huis ingekomen? Ja. Mijn man had altijd iets van dit soort oude dingen, dat vind ik wel leuk. Dit dus, soort oude dingen. Wat is het, Jan Wolter? Nou, het maakt het weer heel makkelijk voor de taxateur, want er staat op Kent's Knife Cleaner. Ja. Dus dit is een messen schoonmaker. Maar dan eigenlijk meer messen polijster dan messen schoonmaker. Men had, voordat men stainless steel lemmeten had op de messen, gewoon ijzeren lemmets. Nou, en die gaan, die tasten heel snel aan door eten, door vochten, wat dan ook. Dus die worden langzaam bruin tot eigenlijk een soort van ebbenhout kleur. Wat ook heel mooi kan zijn, maar het moest natuurlijk blinkend zijn. En dit werd dan in die grote Engelse huizen in de keuken aangeschaft om dan messen in te zetten. En dan werd er hier poeder in gedaan. Het werd ook een poeder die aanbevolen werd door de fabrikant. Namelijk ook Kent's poeder natuurlijk. En dan kon je hier draaien. En dan zitten er twee wielen of twee lagen van waar het langs gaat. Met een soort van stug leer of zoiets. Ja, dat kan je goed zien erin. En daar gaan die messen langs met die poeder. En dan werden ze mooi schoon. Werd het polijst. En hier kon je dus waarschijnlijk een mes aanzet. Of een groot mes van het vlees snijden. Die kon je hierin doen. En je kon er dus 4 inzetten. Of 3? Drie. Nou, dus dan als je dat 12 messen moet doen, dan moest je het grapje 4 keer herhalen. En er was een functie. Het was natuurlijk al een, om het Engels woord te zeggen, een labor-saving device. Hè? Ja. Want daarvoor moet je gewoon met een kurk en die poeder die messen gaan schoonmaken. Ja. Dus dit hadden ze al bedacht, zodat het allemaal wat efficiënter was. En het is typisch iets wat uit Engeland komt, hè, Victoriaanse tijd. Beetje mechaniek, beetje commercialiteit. Hè, dat je dus ook dat poeder meteen verkoopt. Ja. En de mensen zitten meteen aan een soort van systeem. Maar hoe oud is het gevaarte dan? Na 1903, want dat staat er ook op. Want ze hebben een patent aangevraagd nog in 1903. Ja. Dus na die tijd. Dus, maar niet zo. In de jaren 20 was het al klaar. En sowieso gietijzer werd bijna niet meer gebruikt in de jaren 20. Ja, als mevrouw hem nou niet meer op zolder zet, maar gaat verkopen, wat levert het op? 70 à 100 euro, als je mazzel hebt. Op tafel hebben we staan een nogal vergeeld en vervuild schilderijtje van boerderijen met schaapskudden in een sneeuwlandschap. Als je goed leest kun je de signatuur van Ariana Hugenholz lezen. Zij behoort tot de Larensse school. De Larensse school is eigenlijk een periode na de Haagse school, waar kunstenaars het kleine dorpje, doodarme dorpje Laren opzochten om daar de mens in en het landschap in de natuurlijke omgeving te schilderen. Zij was een tijd lang ook leerlinge van Anton Mauve. En Mauve is natuurlijk de stamvader van de Larensse school. En heeft daar geleerd hoe je dit soort landschappen maakt. Er hangen schilderijen van haar ook in het Zingermuseum Laren. Een beroemd schilderij zijn die 3 of 4 Larensse meisjes voor het hek. Een onderwerp wat ook onder andere door Max Lieberman is gemaakt. Dit schilderijtje is een stukje doek op paneel geplakt. En heeft wel wat schade, wat krakelee hier en wat puntjes die moeten ingetoetst worden. Moet schoongemaakt worden. Maar niettemin heeft het een waarde van rond de 700 euro. Kijk nou, een poppenkinderstoeltje. Leuk, hè? Wat vonden ze ervan? Ze vonden het enig. Ze hadden het nog nooit gezien. En toen we zeiden dat we het van een rommelmarkt hebben gekocht voor 5 euro. Ze zegt, nou, dit is veel en veel meer waard. Ze zegt, ik heb hem nooit gezien omdat hij dus door de hand is gemaakt. Was het nog wat waard ook? Ja, het is ruim 100 euro waard. Ja. Goeie koop, ja, dat is de rommelmarkt. Ja, leuk! En het leuke is dat hij dus een tafeltje kan worden. Ik weet het nog. Ja. Ja. En dan kan hier omhoog. En dan kan hier de pop in. En dan kan hij dus met een telraampje kan die gaan spelen. Krijgt hij een ereplekje thuis? Hij krijgt een ereplekje nu. Ja. Succesvolle schatkamer. Mooi, dankjewel. Dank u wel. Okay. En u bedankt voor het kijken. Tot volgende week bij de Utrechtse Schatkamer. Volgende week zien we waar deze enge drakenkop bij hoort en leren we dat niet alles altijd is wat het lijkt.